2019 is geworden Jan Scheers. Ja, het is misschien lastig om van jezelf te zeggen, maar wat heb je allemaal gedaan voor de sport in de ronde? Och, ja, wat heb ik gedaan? Ik ben in de ronde komen wonen en ik ben binnen de sport, binnen de atletieksport begonnen. Ik heb op een gegeven moment als 55-plusser bij Sportservice Flevoland gewerkt. En toen heb ik de breedtesportimpuls in Dronten gedaan, waardoor ik alle verenigingen in de gemeente Dronten ben leren kennen. De sportverkiezing weer nieuw bloed gegeven in 2008. Nou ja, zo zijn er een aantal die sportverkiezingen, zo'n aantal dingen die gebeurd zijn. Je bent een grootheid in de Drontense sport vanaf vandaag. Hoe vind je dat de sport er in de ronde voor staat? Nou, ik denk dat als je in een. Je kunt dat niet in exacte cijfers uitdrukken, maar als je landelijk zou kijken naar pak een beetje 330, 340 gemeenten, dan denk ik dat Dronten bij de eerste pak een beetje 20 staat. Gewoon omdat in Dronten het inderdaad. We klagen er wel eens over, maar het is voortreffelijk geregeld. En dan hebben we het over verenigingen, accommodaties, ja. Beleid? Vooral de accommodaties, beleid, de sporten zelf. Kijk, je moet niet vergeten, we zijn een gemeente met 3 dorpen. We zijn geen stad, we zijn een gemeente met 3 dorpen. En elk dorp heeft recht op zijn eigen voetbalvereniging, op zijn eigen, nou noem maar op, handbalvereniging. En die doen dat op niveau van een dorp in Flevoland. We kunnen niet allemaal eredivisie voetbal gaan spelen of allemaal landelijk hockey gaan spelen. Dan denk ik dat we het voortreffelijk doen. Annie Borkink was de eerste die een oeuvreprijs kreeg. Jan Scheers de tweede. Wie moet de derde worden? Ja, dat zou ik echt niet weten. Dat zou ik echt niet weten. Daar is straks een commissie voor vanuit de Stichting Sportpromotie. En die zullen ongetwijfeld straks iemand aandragen. En dan word ik uitgenodigd om hem uit te reiken. En dat moet ook mijn taak blijven en niet mee te gaan denken en wie het moet krijgen.